Goedenavond iedereen. Welkom terug iedereen bij een nieuwe video van Blu-ray Daddy 82. Ik heb echt problemen. Ja, welkom terug bij een nieuwe video. Vandaag gaan we dus tonen wat we vorige week bekeken hebben. Ik weet, het is al zondag, maar ik was het gewoon volledig vergeten voor die video te maken. Maar geen enkel probleem. Het is zondag. Ik ga nu nog vlug die video maken. Ik ga hem dan subiet online zetten. En dan kunnen we allemaal kijken, genieten, weet wel. Dan gaan we zeggen, wow, de Blu-ray Daddy 82 is terug. Blu-ray. Ja, en waar ik wil aan het keer tonen, wat we allemaal bekeken. We gaan beginnen bij het beginnen, gelijk altijd. De eerste is een dvd dat ik bekeken heb, van, dat ik gekocht heb voor 2 euro in Mediamarkt. En dat is Run the Tide. Voilà, Run the Tide met Taylor Lautner. Voilà, die film gaat over Taylor Lautner. Heeft een broerke en hij zorgt al ik weet niet hoe lang voor zijn broerke. Waarom? Omdat zijn oudere moeder zit in het gevangen. En wat blijkt dat die moeder gaat vrijgelaten worden, maar hij wil niet aan dat dat broerke opgevoed wordt bij die moeder. En daarom vertrekt hij met dat broerke naar... Hij doet een soort van een reis of zo, maar eigenlijk loopt hij gewoon weg van die moeder. En natuurlijk, die moeder komt vrij en ze moeten... ze wil hem en dat broerke vinden natuurlijk en bla bla bla. Het is een drama. Ik vond dat wel een goede film. Anouk, mijn vriendin, vond het niet zo goed, maar oké, ja, ook zijn mening. Maar ik vond hem wel nog een goede film. Run the Tide. Voilà. Amai, ik ben al buiten adem van hun te praten. Oké, daar gaan we weer. Dan de volgende film is ook een dvd met Zac Efron, Anna Kendrick, Adam Devine en Aubrey Plaza. Oh yeah. En dat is Mike and Dave Need Wedding Dates. Voilà, een komedie. Ik vond het niet zo goed. Ik denk dat ik 1 of 2 keer echt gelachen heb. Goh, het was niet zo speciaal. Zo mega overacting vond ik ook. Ik vond ook Anna Kendrick, dat ik normaal wel graag zie spelen, vond ik echt niet goed erin. Ze speelde een enorm irritante rol die haar totaal niet ligt. En ja, ik vond het gewoon geen goede film. Voilà, zo simpel is. Die hou ik verdwijnen in de... heb jij die luie uit de collectie, want dat vond ik echt niet goed. Voilà. Dan de volgende film is voor mij een heel goede film. Is met Patrick Swayze, Randy Travis en Meatloaf. Dat is Black Dog. Op Blu-ray vond ik wel echt een goede film. Dat gaat over een camionchauffeur die mega veel schulden heeft en die een job aanneemt voor een soort van vracht van de ene kant van het land naar de andere kant van het land te brengen. En er gebeurt natuurlijk van alles en voilà, ja. Dat is een beetje de film. Het is een 90s film van 19... oh my god... Oud worden, van 1998, voilà. Maar het is wel echt een goede 90s actiefilm. Hè. Black Dog. Dan de volgende film. Iedereen zegt altijd tegen mij, ja, moet ik beginnen naar westerns en al dit, dat. En ik heb dat dus ook beginnen doen. De eerste dat ik nu gezien heb was For A Few Dollars More op DVD met Clint Eastwood. Ik vond dat echt een goede film. Het duurde wel lang. Het viel nog mee. Ik ging nu zeggen 131 minuten. Maar een goed verhaal zo. Het gaat over een
M is een bounty hunter en die achter iemand hunt. die achter een zit die $10,000 waard zou zijn, maar ondertussen is er een andere bounty hunter die er ook achter zit, achter hetzelfde doelwit, en om een duur komen ze tegen elkaar uit, de twee bounty hunters. En het is wel, ik vond het echt wel een goede film met Clint Eastwood. En nog iets, ik ben niet voor de man, maar wat voor een knappe vent was Clint Eastwood eigenlijk. Die heeft echt zo'n mannelijk karakter. Dat was wel... Hij zou mij kunnen krijgen, zo. Ja, oké. Okay. Shit. En dan de volgende film. Zegt iedereen, toch vele mensen, dat is een van de beste westerns van Clint Eastwood. Ja, kijk, dat moet weer lukken. Ik heb er naar gekeken en ik vond hem zo fucking lang. Zo fucking saai. Het was gewoon... Dat bleef maar duren, die film. En ook die scènes duren zo lang. Die, zo, die blikken. Hoe lang kun je kijken? En twee stappen zetten. En nog een blik. En dit en dat. Oh, het was er gewoon heel over. En we spreken dus over the good, the bad en the ugly. Het spijt mij, maar ik vond het echt zo'n saai film. Ik weet het, ik had er misschien wel reacties op krijgen. En iedereen dan zal zeggen, allee, ik ken niks van films en bla bla bla. En dat zal misschien ook wel zijn, maar ja, het is wat het is. Ik vond het echt geen goede film. Dus voilà, the good, the bad en the ugly. Ik denk wel dat ik hem ga houden. Waarom? Omdat dat blijkbaar een trilogie is. Dat de For a Few Dollars More en The Good, The Bad and The Ugly. En je zou er nog een moeten hebben in die serie. Ik weet wel niet hoe dat hij noemt, maar ik wil hem wel eens zien. Maar dat was, vond ik echt een goeie, maar die vond ik echt veel te saai en veel te lang. Voilà, dat was het eigenlijk. Het is al dat ik gezien heb. 5 titels. Ik vraag me af, de volgende video van de films dat ik bekeken heb van deze week, want ik heb nog maar naar één film gekeken, hè, van de week, en ik heb hem zelf ook nog niet uitgezien, maar ben al heel de tijd in slaap gevallen. Dus misschien dat ik vanavond hem uitkijk en dat ik misschien dan nog een film kijk, dan ga ik tenminste toch misschien 2 films gezien hebben, maar ja, het is gewoon super erg van de week, maar ja, ik heb ook al van alles te doen. En elke keer dat ik thuis kom, ben ik dan moe, dit, dat, en maar ja, maakt niet uit. Het is wat het is. Soms kun ik veel kijken, soms kun ik niet veel kijken. Het is goed wat het is. Goed, dus al de films dat ik gezien heb. Run the Tide, Mike and Dave, The Need Wedding Dates. Vond ik niet goed. Dan, vrij goede film, Black Dog. Dan, For a Few Dollars More, goede film. En dan de saaie film, The Good, The Bad and The Ugly. Voilà! Allemaal bedankt om te kijken, mensen. Like de video, abonneer alsjeblieft op mijn kanaal. En ik zou zeggen, tot de volgende keer. Voor een nieuwe dag, voor een nieuwe video. Wanneer dat gaat zijn, I don't know. Volgend weekend zit ik in de Ardennen. Dus ik weet niet of ik een rommelmarkt ga doen daar of zo. Ik heb er geen gedacht van, want we zijn met de hele familie weg. Wat ik wel ga doen, is ik ga daar 4 dagen vloggen. Dus dat komt op mijn ander kanaal dan, op PP Blue. Dus ja, daar kunnen we ook nog altijd op abonneren. En we gaan het wel allemaal zien. Hè. Weet je wat? Ik ga nog één ding zeggen. Salut!